Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de strafzaak tegen koffieshop-eigenaar Gerard van Aarden. 2 weken geleden werd die zaak niet ontvankelijk verklaard. Het OM had volgens de rechter de koffieshophouder niet mogen vervolgen, omdat bekend was dat van Aarden werkte met een voorraad van tientallen kilo softdrugs, waarmee hij zijn zaken in Goes en Vlissingen bevoorraadde. Volgend jaar wordt de zaak behandeld bij het gerechtshof in Den Bosch. De Dierenbescherming Zeeland wist niets van de dode dieren in een huis in Westdorpen, zo meldt Hans Sprenkeling van de organisatie. Buren van het huis in Westdorpen, waar de dieren werden gevonden, vertelden gisteren tegen Omroep Zeeland dat ze eerder al melding hadden gemaakt bij zowel de politie als de dierenbescherming. Sprenkeling begrijpt niet waar het mis is gegaan. Hij noemt de vondst in Westdorpen een trieste zaak. Op internet is een filmpje opgedoken van een onbekende motorrijder die veel te hard over de wegen rond Middelburg rijdt. Het filmpje draagt de titel Laagvliegende Ninja doet Zeeland met 290 km per uur. De bestuurder reist met hoge snelheid verschillende keren over de nieuwe N57, waar maximaal 80 km per uur is toegestaan, en de A58. Reddingsmaatschappij KNRM waarschuwt watersporters vandaag goed uit te kijken. Er is kans op stevige onweersbuien vanuit het zuidwesten met windstoten tot 100 km per uur. Het advies is om de weerberichten goed in de gaten te houden en bij twijfel niet het water op te gaan. Heeft u tips? Bel ons of mail.